Hi allemaal! In deze video laat ik je zien hoe je een mini schilderijtje kan maken met foamklei en silklei op canvas. Uiteraard kun je ook viltstiften of verf gebruiken. Ik maak twee shopkins. Ik laat zien hoe ik de rechter shopkin maak, Apple Blossom. Maar uiteraard kan jij ook een andere tekening kiezen. En het is wel het beste als jij een tekening kiest, een kleurplaat met zo weinig mogelijk details. Bijvoorbeeld minions of Nijntje misschien voor een kinderkamer of babykamer. In de beschrijving onder deze video vind je een lijstje met de spullen die ik gebruikt heb. Maar je hebt in ieder geval carbonpapier nodig als je niet goed kunt natekenen. En ik heb dit gekocht bij de Bruna voor €3,99. Je kunt het meerdere keren gebruiken. En bij de Action heb ik twee kleine canvas schilderijtjes gekocht voor €1,50 of €2. Hier zie je de twee canvas schilderijtjes uitgepakt in beeld. En vervolgens heb ik via Google afbeeldingen twee kleurplaten gezocht van Shopkins. Deze uitgeprint en uitgeknipt en op de schilderijtjes gelegd. Dan ga ik je nu mijn foamklei laten zien. Ik heb bij AliExpress.com foamklei besteld en silklei. 24 kleurtjes kreeg ik in dit doosje, aangetekend nog wel. En het kostte €15, dit pakket. En deze piepschuime figuurtjes, balletjes, zaten er ook nog bij. Op de foto leken ze een stuk groter, maar nou ja, toch wel grappig dat het erbij zat. En dan zat er ook nog dit pakketje bij. Ik zal het zo meteen even openmaken, dan kan je het wat beter zien. Hier weer die foamballetjes. En hier zit in, ja, een soort malletjes. Pinguïn, een zwaantje. En een haan. En dan nog wat andere plastic fantastic. En ik heb geen idee of dit nu een mal is of dat het de bedoeling is dat je dit beplakt. Het handige van AliExpress.com is dat je met iDeal kunt betalen. Dus je hebt geen creditcard nodig. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het 4 tot 5 weken duurt voordat het er is. Ik heb op dit foamklei heb ik 2 weken gewacht. Nou, in de tussentijd, ik spreek dit voice-over in, maar ga ik dus verder met het uitpakken van die plastic figuurtjes. En die vind ik trouwens niet zo, die plastic figuurtjes. Dit vond ik wel heel leuk. Vind ik wel heel leuk. Zit van alles in. Ik heb er even een foto van gemaakt, dan kan je het wat beter zien. Dan is het beeld wat rustiger. Je ziet daar wiebeloogjes, sleutelhangertjes en dan van 3 van die plastic tools. En dan zie je hier de 24 kleuren in beeld. Dus dat is wel handig. Je hebt meteen van elke kleur wel iets. En ook meerdere varianten. Je ziet daar meerdere kleuren roze. Lichtpaars, donkerpaars, 4 kleuren groen. De kwaliteit is niet hetzelfde. Of in die zin, kijk, dit zijn hele fijne bolletjes. Dat is een fijne structuur. En deze is wat grover. En persoonlijk vind ik die fijne structuur mooier. Ik ga eerst maar beginnen met mijn canvas. En helaas zie ik dat deze al een klein beetje is beschadigd hier. Maar goed, ik heb niets anders bij de hand. Dus het moet maar. En ik heb de kleurplaat heb ik een beetje uitgeknipt. Zo wil ik het plaatje erop hebben. En nu doe ik eerst carbonpapier erop. Met de kant die afgeeft op het canvas. En dan gaat het plaatje er zo bovenop. En let even dat je hem zo neerlegt waar je hem ook wilt hebben. En nu probeer ik het plaatje stil te houden op één plek. En dan ga ik met een pen, het kan ook een potlood zijn, ga ik de lijnen overtrekken. En dat drukt dan door en dan komt de tekening op het canvas. Ik heb even al mijn aandacht nodig om het netjes te doen. Dus vandaar dat ik dit stukje even voice-over inspreek. En zo zal je dit vaker zien, deze video, of merken deze video. De ene keer voice-over en de andere keer niet. Als het goed is, heb ik alle lijnen nu overgetrokken. Bij het oog ben ik niet helemaal precies geweest, maar dat ga ik straks toch opnieuw erbovenop plakken. Dat wordt zo meteen duidelijk.
Dus ik ga nu dit weghalen. Tada! En als het goed is, moet ik hier wel mee verder kunnen. Ik heb even de kleuren erbij gezocht. En ja, dat wordt makkelijk. Alles groen. De voetjes en het blaadje bovenop donkergroen. Het bloemetje wit. Het rupsje roze. En ik heb geen strikjes getekend. Maar als het lukt ga ik er ook nog gele strikjes op maken. Ik ga deze twee kleurtjes gebruiken. Dit wordt de hoofdkleur. En met dit donkergroen ga ik dan de blaadjes doen en de voetjes. De kleuren komen niet helemaal over zoals ze in het echt zijn. Deze is wat minder flats. Ik vind dat hij een beetje flats toont op het scherm. En deze toont weer te donker. Maar in ieder geval in het echt, voor mij lijken deze kleuren nu perfect. Eerst maar even de foamklei doorkneden. Ik zie dat bij dit potje de foamklei aan het deksel zit geplakt. Net als bij die potjes van de HEMA. En ik vind eigenlijk potjes waarbij dat niet zo is, dat vind ik dan wel fijnere foamklei. Maar nu ga ik dus eerst proberen om alles ervan af te krijgen. En dan kneed ik het door. Het plakt in ieder geval niet aan je handen, dus dat is een grote plus. En ik was bang dat het weinig zou zijn, maar dat valt me 100% mee. Ik heb even een andere ondergrond onder het canvasje gelegd. En meteen is mijn kleur groen ook weer anders. Zo zie je maar wat dat licht allemaal kan doen. En ik ga nu in ieder geval dit appeltje groen maken. Ja, en dat betekent dat ik toch over de oogjes heen moet gaan. En daarvoor heb je dan nog je voorbeeld. Waar is dat voorbeeld? Hier. En dat kun je later dan weer gebruiken om de oogjes erin te zetten. En het mondje en het neusje. En het rupsje. Je kunt met het foamklei heel gemakkelijk de tekening invullen, de kleurplaat invullen. Je kunt kleine stukjes pakken en die dan zo op deze manier een beetje uitsmeren. Hier probeer ik eerst een rolletje te maken voor de buitenkant, voor de lijn. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Want de klei laat zich heel gemakkelijk leiden. En eventuele hele kleine stukjes, kleine hoekjes, dan kun je zo'n tool pakken of eventueel een cocktailprikker om dan je daarbij te helpen. Ik weet niet of het een succes gaat worden, maar om die lijn van dat armpje zeg maar hierin te houden, ga ik een stukje silkklei gebruiken. Dit gaat redelijk snel, mijn appeltje is alweer bijna dicht. Ik probeer het klei zo gelijkmatig mogelijk uit te smeren, uit te drukken. Maar als je ergens een kuil hebt, kun je er altijd weer wat extra foamklei achteraf bovenop plakken. Dus dat is ideaal. Ik heb nu rechtsboven een rupsje gemaakt van silkklei. Maar ik ga later dat toch beplakken weer met foamklei. Hier even een kleine tussenstand. Ik gebruik zo'n klein plastic mesje om wat preciezer te werk te gaan in de kleine hoekjes hier. En ik heb zwarte silkklei gebruikt voor de voetjes. Om die voetjes uit elkaar te houden. En straks ga ik met zwarte stift ga ik nog een lijn eromheen trekken. En ik heb inmiddels gemerkt dat donkergroen vlekt. Dus ik heb hier een vlek, daar baal ik van.
Maar goed, ik ga gewoon maar door en ik kijk wel hoe ik dat straks ga oplossen. Ik heb even getwijfeld om de blaadjes te maken in silklei. Maar ik denk toch dat silklei alleen mooi is voor kleine details. En dat je de grote stukken met foamklei moet doen. En bovendien wilde ik de blaadjes dezelfde kleur als de voetjes. Dit begint er voorzichtig op te lijken. En ik heb hier al wit in de aanslag. Dat ben ik nu aan het doorkneden en ik ga daar die bloemetjes mee invullen. En dit is een hele mooie foamklei, die witte, vind ik. Waarschijnlijk omdat het witte bolletjes zijn en dat je daarom dus gewoon één kleur ziet. En niet hier, zoals hier, groen met witte bolletjes. Het invullen van de bloemetjes was gemakkelijk. Ik rolde steeds een klein balletje tussen mijn vingers. En dan drukte ik het plat tot een rond blaadje. En dan krijg je op die manier meteen de vorm van de bloem erin. Het eerste bloemetje is af, althans de blaadjes. En nu ga ik verder met het hart van de bloem. Ik heb toch maar dat rupsje weer bekleed met foamklei. Dat vond ik leuker. Ik heb die oogjes heb ik maar gebruikt om bij het rupsje te plakken. Ik heb een hart van gele foamklei gemaakt in de bloemetjes. En ik ben nu aan het twijfelen of ik met groen van die streepjes ga maken. Ik denk het wel, dat spreekt wat meer. Ja, en dan komt het. Dat is het meest lastige. Dan moet ik de oogjes gaan maken. Neusje laat ik zitten, denk ik. Ik ga nog wel gele strikjes van silklei maken op die voetjes. Ik ga eerst het oog op het papier maken. Ik heb hier al het zwart van de iris. En nu gebruik ik wit. En zeg maar in het echt of in de tekening is het groen. Maar dat vind ik te lastig. Ik hou alles wit. Oog nummer 1 heb ik opgeplakt. Perfect zal het niet zijn, maar het komt hopelijk in de buurt. En dan hou ik de tekening ernaast. En dan probeer ik dat witte puntje nog erin te krijgen. Dan spreekt het weer wat meer. Ja, en nu wil ik een zwart randje eromheen hebben met die kenmerkende Shopkins wimpertjes. Dit vind ik zelf heel moeilijk, want ik probeer dus een dun slangetje te rollen van dat zwarte silkklei. En dan ga ik dat zo rondom dat oog leggen. Maar je wilt het overal even dik hebben. Dus dit is wel een leuk priegelwerkje. Oké, dit is oogje nummer 1. Ik denk dat ik hier zeker wel 10 minuten tot een kwartier mee bezig ben geweest. En dan ga ik nu proberen om oogje nummer 2 te maken. Het is de truc om dit wit niet te dun te maken, zodat je het gemakkelijker ervan af kunt halen. En hier heb ik al de pupil gemaakt. En dan moet ik gaan kijken waar ik oogje ga doen. Ik heb het zo erop geplaatst en ik ga nu weer proberen om een zwart randje eromheen te maken en een wimpertje. Ik dacht dat de ogen moeilijk waren, maar het mondje is ook heel erg lastig, vind ik. Dus ik heb zelf maar wat gefabriceerd, een soort driehoekje gemaakt en dan met deze plastic tool de binnenkant een beetje ingedeukt. En zo moet het maar. In ieder geval zie je wel dat het appelblossom is. En ik weet zeker dat mijn dochtertje er blij mee zal zijn. En met een zwarte stift ga ik nu nog een zwarte rand hieromheen trekken. Ik heb hier nog wat extra foamklei opgeplakt. Om te zorgen dat het armpje echt voor het oog langs gaat. En hier waar ik dat groen heb gevlekt, daar ga ik nu nog zo'n witte bloem maken.
En zie hier het eindresultaat. Wat mij betreft is het helemaal goed gekomen. Ik vind hem heel erg leuk gelukt. Ik vind dat onbeschilderde canvas wel heel erg kaal. Dus hier zie je de buurvrouw, Lippy Lips. Die heb ik gemaakt met de camera uit. En ik heb het hier een beetje opgevrolijkt met van die... hoe heet dat? Sequins, geloof ik. Ik weet het niet zeker. Maar dit heb ik gekocht bij de Action. Daar heb je een heleboel. Even het doosje erbij pakken. Ja. En ik denk dat ik dat daar ook ga doen. Ik weet alleen niet of ik dat, nou, of ik dat heel erg leuk vind. Ik zou altijd nog dit canvas kunnen uitknippen. Dan heb ik dus alleen het figuurtje. En dat dan ergens anders op kunnen plakken. Maar then again misschien ook niet. Dus in ieder geval ga ik nu met van die drupjes lijm. Ga ik ook nog wat van die glittertjes plakken. En zo is mijn Apple Blossom Shopkins schilderijtje nu geworden. Ik ben er heel erg blij mee. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Ik weet zeker dat mijn kleine meid hem leuk gaat vinden. Misschien heb ik je op een idee gebracht. Voor nu bedankt weer voor het kijken. En tot in de volgende video. Dag!